Dat vrije gevoel, en voor dat gevoel moet je bij de trots zijn. Nederland 2. Dames en heren, jongens en meisjes. Namens bestuur, directie, medewerkers van de Tros en Tros Kompas wil ik alle kijkers en onder hen speciale Tros aanhangers een heel gezond en voorspoedig 1988 toewensen. De Tros hoopt ook in het nieuwe jaar via haar radio- en televisieprogramma's en haar programmablad Tros Kompas het dienstbetoon aan u, de consument, optimaal voor te zetten. En dat hopen we ook natuurlijk vanavond op deze eerste Trosavond van het nieuwe jaar te doen. Met om 8:10 kieskeurig op wielen, gevolgd door ons spelprogramma op Goed Geluk en om 9:50 onze ouwe. Na een onderbreking voor de NOS zijn we dan om 11:15 weer terug met Simon Scoop. En dan kunt u nog tot 2:10 vannacht kijken naar de spannende nachtfilm Heuvel der Verschrikking. En dan is het nu zover. Na maanden voorbereidingen wordt vanavond geprobeerd het wereldrecord domino stenen omvallen 1986 te breken. In een rechtstreekse Eurovisie-uitzending schakelen we nu over naar Rosmalen. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom in het Autotron in Rosmalen. Het grote moment is daar. Over enkele minuten gaan ze vallen, de 1,5 miljoen dominostenen in het kader van Europa in Domino. Een programma dat tot ver buiten Nederland wordt bekeken, vandaar dat ik ook graag even de kijkers in die landen welkom wil heten. Welcome in Holland. This is Europe in Domino. 1,5 million domino stones are ready to fall down for the attempt to break the world record domino toppling. Herzlich willkommen bei Europa in Domino. Europa nachgebaut mit 1,5 Millionen Dominosteinen. Das ist die Kulisse für einen Weltrekordversuch, Dominosteinen rollen. Soyez les bienvenus en Hollande. Ici l'Europe en Domino. Le grand spectacle de 1988. Ce soir, on essaierait d'établir le record mondial avec 1,5 million de domino. De grote spanning. De grote vraag van dit moment is natuurlijk hier in de hal. Zal het lukken? Zullen alle stenen omvallen? Laten we het hopen. La question la plus importante en ce moment, est-ce que les dominos vont tomber tous? Espérons-le et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir. Die große Spannung jetzt in die Halle ist natürlich, wird es gelingen, klappt es? Werden alle Steinen umfallen? Wir hoffen es und Sie, meine Damen und Herren, viel Spaß beim Zuschauen. You can feel the suspense hanging around here in the hall. Will the stones do it? Will they all fall down? Let's hope so and have a good time. The last minutes, 8 minutes to go, nog 8 minuten, encore 8 minutes. Nog 8 minuten. De laatste voorbereidingen, de laatste spanningen. Hier is mijn collega Walter Thiemussen. En die zit hier met de makers, de bouwers, de mannen en vrouwen, de 30 studenten die ruim een maand op de knie hebben gelegen in deze schitterende hal. En met resultaat. Zojuist hebben we een kleine tegenslag gehad. En daarom zal het misschien nog heel even duren voordat de eerste steen ook echt gaat rollen. Want er is een klein stukje omgevallen. Op dit moment wordt dat heel snel gerepareerd. 3 technische universiteiten. Zij hebben de mensen geleverd voor dit schitterende project. 3 captains waren er ook. Sjoerd Cohen, niet te vergeten. Dan ook de jongens van Tilburg. En natuurlijk ook de mensen die gewerkt hebben aan dit dominoland waar we nu naar kijken. We kijken allereerst op Frankrijk. In het blauw daar de Eiffeltoren. Daarvoor de Sacré-Cœur in Parijs en de guillotines. De guillotines die in het verleden veel mensenleed hebben aangericht en die nu dadelijk althans broden gaan snijden. Loop ik verder. Wat zie ik dan? Dan zie ik bijvoorbeeld de postzegel van het Europese parlement. Die ligt in Luxemburg. Weer wat verder. België, kleurig weergegeven met Suske en Wiske. En heel typerend voor België, Manneke Pis.
Helemaal aan de andere kant zijn we nu, Walter, in de hal, want daar gaan we kijken naar treinen. Treinen spelen een grote rol in het hele project. En ik hoor nu op rechts, en ik moet dat echt even zeggen, ik hoor daar stenen rollen. Het is nog steeds een erg spannende situatie in de hal op dit ogenblik. Als ik daar ook een aantal studenten nu de hal in zie lopen, en misschien kunnen we daar iets... Nee, het is weer gestopt. Wat voor een spanning hier hangt. En ik wil u net vertellen dat we hier ook veel treinen hebben. Treinen die voor een stuk beveiliging zorgen. En treinen die bezig zijn om te voorkomen dat de stenen rollen. Wat u hier ziet, dat is eigenlijk... Ja, het is vreselijk. Het zijn een paar stenen in Portugal. Dus daar de druiventros. Die zijn omgevallen. En dat is een heel moeilijk moment. Maar er is nog steeds niet officieel gestart. De studenten hebben nog de kans om de zaak te herstellen. En zullen dat ongetwijfeld doen. Het zijn hele moeilijke punten. U kunt het zien... Je kan er heel moeilijk bij. Daar zit bijvoorbeeld links Rob Dijkerman, de man die de laatste treinen moet wegrijden. Die op de plek waar ik nu sta, zo'n 50 meter verderop, die laatste treinen moet wegrijden. Maar hij kan dat nog niet doen. Hij moet eerst kijken of dat zal worden hersteld. En ik vertelde u iets over die treinen. Die treinen die staan op een aantal punten in het veld. De meeste zijn weggereden. Om te voorkomen dat als een aantal domino-stenen gaan rollen, dat je dan het probleem krijgt dat ze doorgaan rollen. Het is een soort beveiliging, een dam, zeg maar. Er zijn nog meer treinen in actie vanavond. We hebben namelijk een hele mooie trein met erop gemonteerd... Een camera. En laten we hopen dat die camera mooie beelden gaat maken. Een trein met erop een hele kleine camera die vlak langs de domino-stenen kan gaan rijden en kan gaan rollen. Domino-stenen die allemaal rechtop staan. Dit is hem, die trein. Met erop gemonteerd een kleine camera. Zorgt voor een draadloze verbinding en kijk eens wat een mooi beeld dat oplevert. Dan krijgt u dit. Als die trein langzaam meerijdt, hier ziet u een beeld van de aorta. Daar, daar staat nog een trein. Een sprinter die er nog uitgereden moet worden door Rob Dijkerman. En hier, we kijken hier eigenlijk naar een stukje van het project Engeland. Met het meer van Loch Ness daar achter die groene heuvel. Dat straks allemaal prachtige beelden gaat opleveren. En de trein rijdt daar vlak langs. Zit eigenlijk op een standpunt naar de dominostenen te kijken. Zoals niemand dat kan zien. Tenzij u mee zou rollen op uw buik. Dat zijn de beelden die wij straks ongetwijfeld gaan zien. Ik kijk nog even naar de buitenkant. Ik kijk in de richting eventjes van Portugal waar nog van alles te doen is. Ik ga gelijk even nog over... Ik hoop dat het allemaal werkt even op een andere microfoon, maar dat zijn eigenlijk de normale spanningen die je natuurlijk normaal hebt. Het is eigenlijk een ongelofelijke sfeer die op dit ogenblik hier in Rosmalen hangt in die hal. We hebben er wekenlang naartoe geleefd met z'n allen. Je kent elkaar, je weet wat je elkaar al hebt. We hebben nog met elkaar gegeten en zeggen jongens, toi toi toi, het wordt fantastisch vanavond. En dan even die tegenslag. Wat een gevoel, Jen. We hebben nog zoveel te verwachten vanavond. Spanning is nog niet ontladen. Rob Dijkerman moet... Zo direct de laatste drie treinen die nog in het veld staan weg gaan rijden. Dat moet nog steeds hier gebeuren. Als er aan alle mogelijke manieren wordt geprobeerd om in het veld de herstelwerkzaamheden te verrichten. Het zit hier in Portugal. Daar liggen de druiven. De druiven die eigenlijk de wijnbouw symboliseren. En het heeft allemaal te maken natuurlijk met de port. En daarachter ligt de bekende haan uit Portugal. Brazilië, het heeft allemaal te maken met ontdekkingsreizen. Maar u zult dat straks allemaal zien. Wat een ongelooflijk moment zo aan het begin voor deze wereldrecordpoging. Wat moet er door deze jongens heen gaan? Want neem van mij aan dat dit een heel moeilijk moment is. Een dramatisch moment. En sowieso je handen moeten rustig blijven. Je lichaam moet heel voorzichtig alles kunnen doen. Walter, sta je in de buurt daar? Ik sta erbij, Tom. En het is, zoals jij al een aantal keren hebt gezegd, een uiterst triest gezicht. Wim, een van de bouwers, kom even bij me staan. Er is een stuk van de aorta omgevallen. Dat betekent als we zouden starten dat het hier gaat stoppen. Ja, dat klopt. Door die aorta is een project aangestoten. En dat zou betekenen dat dus hier inderdaad de stenen stoppen. We gaan nu proberen dit kort te sluiten en zodoende het project te omzeilen. Waardoor het geheel toch weer door kan. Hoeveel tijd denk je dat we nodig hebben om dit te herstellen? Ik denk dat het een kwestie is van enkele minuten. Enkele minuten, dan kunnen de stenen alsnog gaan rollen. Dat alsnog kan, ja. Het is nu een kwestie natuurlijk van ijzingwekkende concentratie. Hoe is het eigenlijk gaan rollen? Heb je een idee? Nee, het is heel spontaan gebeurd. Ja, dat gebeurt wel vaker. Doordat al die lampen hier op de vloer gericht zijn, krijg je het werken van die betonnen vloer. En dan kunnen de stenen gewoon gaan vallen. Dat is vaker voorgekomen. Maar het is natuurlijk net nou op een rot tijdstip. Ja. Het is een moment van afwachten. Het is een moment van concentratie. Het zijn ook hele spannende momenten. Want eigenlijk begrijp ik, Wim, dat het om gaat dat we die aorta herstellen. Want dan kan de rest gewoon doorgaan. Ja, dat klopt. Zo, die aorta is eigenlijk puur ter beveiliging. Nu is er een project tussenuit gevallen en dan moet de aorta een deel van het project overnemen dan. Met de kam, het wordt heel behoedzaam gedaan. Hoe gaat het nou verder? Want dat stuk is eruit.
Ja, dat gaat, je ziet, je gaan dat hier repareren. Dat komt omdat die ducten, die draadjes die vanuit de projecten de aorta aansturen, die heeft in dit geval die aorta aangestuurd. En dat gaan ze nu herstellen en die duct wordt eruit gehaald. Zodanig dat, dat het gewoon doorloopt daar en het project overgeslagen wordt. Enkele minuten gaat het duren. Voorzichtigheid blijft natuurlijk geboden. Om 5 uur vanmiddag alle treinen eruit gereden. En dat is allemaal prima gegaan, hè? Ja, er is verder niks meer misgegaan. Dus wel vanmiddag voordat de treinen weggereden werden, zijn er in een ander land nog een paar stenen omgevallen. Maar dat was een kwestie van enkele minuten. Dus dat is allemaal goed gegaan. Maar nu, net op dit rotte tijdstip, gebeurt dit natuurlijk. Nou, het ziet er allemaal tot nu toe nog allemaal prima uit. Al krijg ik meteen weer de kriebels als ik ergens ook maar stenen hoor vallen. Al is het in een bak. Ja, inderdaad. Dat hebben wij die 4 weken gehad. Als je stenen hoort, dan word je helemaal panisch. En we moeten nu even eraan wennen. Bij het begin van de uitzending natuurlijk. Als het goed is. Even aan wennen dat het zo dadelijk hopelijk voor elkaar komt. Ja, inderdaad. Het zal even wennen zijn. Wie zijn er nu bezig daar aan de orde? Jos Frisse die is in het veld bezig. Dus de captain van Eindhoven? De captain van Eindhoven, ja. En in de aorta zelf is Arjan van Houwelingen bezig. Die de kammen aanvult om de boel weer recht te zetten. 1 rijtje, is dat voldoende? Of gaan jullie er toch 2 neerzetten? Nou, ik denk dat we gewoonweg vanwege de tijdsdruk toch nu op 1 rijtje over moeten gaan. En het daarom moeten riskeren. Ik zie dat de... Nou, kom even, loop even met me mee. En we gaan er niet in, dat mag niet. Ik denk dat er nog een steentje of 10, 15 tussen moet, hè? Ja, ik denk dat het, ja, de laatste dat gaat nog met de hand. Dan moeten er met een pincet nog een paar stenen tussen gezet worden. En ik denk dat we dan verder kunnen. Het is overigens wel een schitterend gezicht, hè? Het is Portugal. Ja. Ik zie Brazilië, India, ontdekkingsreizigers. Portuguesa. Dat is het volkslied van Portugal. En dan een zwart vlak, daar zit nog een verrassing in. Maar misschien om de kijkers een klein beetje al te vertellen wat er gaat gebeuren. Wat had daar moeten gaan vallen? Nou, dit zwarte vlak dat staat dus nog. En als het goed is, valt dat ook nog, denk ik. Ja. Dat is een schilderij, de Fado. Een zeer bekend schilderij in Portugal. Gaan we weer terug. Even kijken, want ik vind het toch ontzettend spannend. Wim, kom er even bij staan. Van de zijkant kunnen we het beter zien. Ja, ik weet dat het geen prettig gevoel is. Het is geen lekker gevoel. Want het is natuurlijk hele belangrijke seconden. Ja, het zijn dingen die kunnen gebeuren. En je moet altijd mensen hebben die een rustige hand hebben. En die dan de boel toch weer kunnen herstellen. Hebben jullie dat van tevoren ook afgesproken? Hoe dat, ja, muziek daar... Dit soort problemen hadden we eigenlijk niet voorzien. Zo kort voor de uitzending. Dus dit is nou even alle hands aan dek. En we moeten het maar zo zien te redden. We hebben wel 1 persoon die normaal gesproken mocht het stoppen. Die gaat dan de boel herstellen. En dat is Sjoerd Cohen. Die dadelijk ook de eerste steen zal zetten. En nou, als er dus dadelijk in de uitzending nog iets mis zal gaan. Dan zal Sjoerd alles oplossen. Of wat zou je blij zijn als het rolt, hè? Ja, tuurlijk. Ja, we hopen dat het in 1 keer rolt. Nou, even kijken. Ik denk... Of hoe lang denk jij nog dat het gaat duren? Nou, ik weet... Als dat het laatste is, dan is het nog een kwestie van enkele minuutjes, hoor. Het moet zo gebeurd zijn. We blijven natuurlijk heel geconcentreerd kijken ook hoe dat daar steentje voor steentje gaat. Handen daar ook tussen. Want mocht het nu weer misgaan... Nou, ik kijk. Ze kijken ook naar ons nu... Heb ik de indruk... Ja, vraag jij het maar even. Rob, hoe lang duurt het nog? Kun je niet zeggen. Een paar minuten nog. Nou, we wachten. Een paar minuten nog en dan is het zover. Althans, dan is de aorta weer hersteld. En kunnen we gaan beginnen met de officiële start van Europe in Domino... Oftewel de 12 landen van de Europese gemeenschap afgebeeld. Ze zijn dan nog een ander stuk aan het herstellen. Vanuit de projectlijn naar de rivier, het portproject. Zodat het toch nog kan vallen. Dat zal in eerste instantie niet meer vallen. Ook bijna. Oh, ik zie nu ook dat er een paar steentjes nog. Hè? Ja. Je ziet dat Jos is daar met Carola. Om de boel te herstellen. Nou jongens, ik wacht even. Kijk of Jos hier naartoe kan komen. Voorzichtig. Oh. Ja, ik laat ze gaan. Geen problemen. Ik laat ze gaan. Nou, Carola is er ook uit. En nu nog, daar nog, een paar stenen tussen. Ja, je bent in staat om in paniek allerlei onbesuisde dingen te doen, hè? Ja, je moet echt rustig blijven. Want zo snel als je ongecontroleerde bewegingen gaat maken, is het voorbij. Dan stoot je nog wat dingen aan en dan is er echt paniek in de tent.
handen erboven. Daar gaat, de laatste steen. Ja, de laatste steen. Nou. De laatste steen staat. Ik loop terug, Tom. Ik ga naar de plek waar zo dadelijk het hele spel moet gaan rollen. Aan jou het woord. Ja, dat is een enorm vreemd begin van zo'n avond. Maar je ziet gelijk hoe professioneel de bouwers, de studenten van de Technische Universiteiten zijn. Ze hadden de ervaring van vorig jaar en je kon de afgelopen weken zien dat ze dat ook heeft geholpen. Ze wisten precies heel goed hoe ze dingen moesten oplossen. Als je ook nu ziet hoe beheersen dat veld inkwamen, het omvallen stopte en in een toch bijna een recordtijd weer de zaak herstellen. Dat betekent vakmanschap. Zo kun je zelfs in het opbouwen van die hele situatie van het opbouwen van dominostenen vakmanschap opbouwen. We gaan nog steeds de laatste drie treinen wegrijden, want die staan nog in het veld. En ik moet kijken naar Rob Dijkerman, die was ook betrokken bij dat ongeluk in Portugal, heeft geholpen. Rob, kom er gauw bij zitten, jongen. We zullen het niet te zwaar maken, want het is heel moeilijk, die laatste trein, hè? Het valt wel mee. Ja. Dat was enger. Ja, dat was enger. Dat is Rob Dijkerman. Ik zou zeggen, ga gelijk zitten, want we moeten er een aantal wegrijden. Dat is dan, achter dat meer van Loch Ness, hebben we daar een Engelse locomotief. Die gaat heel langzaam naar voren. Want als ik goed kijk, staat die lijn van dominostenen er zo dichtbij dat je soms een beetje je hart vasthoudt. Die is naar voren, hij is eruit. De voorlaatste trein gaat weg. Maar goed dat er treinen zijn. Het zijn twee tweetjes, sprinters. Heel voorzichtig, die twee treinstellen naar voren. Tussen die paar rijen van de aorta. Je hoort daar heel zachtjes het geluid. Oh, hij zit er zo vlak langs. En je kan er niks aan doen. Je moet heel rustig de trafo opendraaien. Rob heeft al heel veel weggereden vanmiddag. Het moet rustig en beheerst gebeuren. De trein mag ook niet te hard gaan. Je weet maar nooit of die wat aan zou tikken. De sprinter is er door. Ah, deze zijn er door. En we gaan straks aan de andere kant de laatste trein wegrijden. Op weg naar het grote gebeuren. De 1,5 miljoen stenen die moeten gaan omrollen. Een zwaar project waarbij je natuurlijk ook moet gaan kijken. Gaat alles goed? Daarom hebben we bij ons onze scheidsrechter Martin Barrel. En naast hem Paul Hendricks die aan de computer de stand bijhoudt. En het is uiteraard allemaal voor een heel goed doel, om de jeugdkanker, om dat, de middelen daarvoor te krijgen, geldmiddelen, om het dan beter te kunnen bestrijden. Bij mij iemand die jeugdkanker heeft gehad, Patrick van der Wijst. Patrick, je ziet er perfect uit, je bent weer helemaal hersteld, hè? Ja, ik kan normaal leven zoals ieder ander mens. Ik ben er helemaal vanaf, helemaal genezen. Dus jij zal, of jij moet dolblij zijn met deze actie? Zeker, natuurlijk. Ik hoop voor een keer dat er... Nou is het 60% wat geneest. Je hoopt dat de percentage hoger komt. Want ja, het kan. Dus. Jij gaat zo dadelijk het startsein geven. Moet je even uitleggen, hè? Want het is een toch vrij ingewikkelde procedure. Hè? Nou, ik stel door deze knop stel ik deze lichtslang in werking. Door middel van die lichtslang gaat die zendmast werken. Die zendmast stuurt een signaal naar de satelliet. De satelliet stuurt een signaal terug naar de schotel. En de schotel zet de eerste steen in werking, het mechanisme ervoor. Maar weet je eigenlijk waar de eerste steen is? Ik weet er niks van. Heb je Bassie en Adriaan gezien? Nog niet. Volgens mij staan ze daar. Ja, daar komen ze aan. Oh, Bassie en Adriaan. Oh, dat ziet er fantastisch uit, zeg. Nou, eens even van die pijpen kijken. Nee, Bassie, dat kan je toch niet doen? Ja, jongen, je stapt gewoon over de dingen. Dat is toch makkelijk. Hier, nee, dat wordt straks gedaan. Ja, hoezo? Hoe is je dan allemaal om? Kijk, daar staat Walter. Hey, hallo. Hoe is het? Ja, hallo. Goh, ik maakte me toch een heel klein beetje zorgen, hoor. Ja, waarom? Die steen is bij ons wel veilig. Ja, hoe is het gegaan met de steen? Nou, er was zelfs een stommeling die dacht dat wij hem in Venlo in de caravan verstopt hadden. De hele caravan is leeggestolen. Het is echt geen grapje, het is echt waar. Maar de steen lag ergens anders. Ja? Ja? Hey, en waar hebben jullie hem dan verborgen? Nog in een grote wagen. Gewoon in een grote wagen? Ja, een speciale wagen met van die kleine ijzeren spijltjes ervoor. En 6 tegeltjes erin. Oh. 6 weken lang heeft deze dominee steen bij ons in het circus in de tijgerkooi. Jongens, ik vind het hartstikke fijn dat jullie erop gepast hebben. Geef hem aan Sjoerd Cohen, de captain van de Technische Universiteit van Twente. Want Sjoerd is een vastberaden man, een hele coole man. En een man met stalen zenuwen. En die gaat dus zo dadelijk de eerste steen in het veld zetten. En jullie gaan kijken? Sjoerd is een knoer, dat rijmt. Sjoerd is een knoer. Oké, Sjoerd, ga je gang. En daar gaat hij. Dit is natuurlijk ook weer zo'n heel spannend moment, Sjoerd. Want zonder trillingen moet hij daar de eerste domino steen. Wit goud. Met 6 diamanten erin en hij staat. Ik wacht even dat Sjoerd terug is. En nu is er nog 1 hindernis.
Ik? Ja, nee, het is deze microfoon een stuk. Spijt me dat ik dat soort dingen heb, wat we altijd zien. De laatste trein staat in het veld. Rob Rijm, rustig weg. Die allerlaatste, hij staat daar eigenlijk zo'n steentje of 20 achter de eerste steen die net is neergezet. Het is weer een tweetje, een sprinter. Je hoort hem op die rails. Maar hij komt er goed uit. Hij komt er lekker uit. Rustig, anders komt hier het stootblok. En de weg is vrij, Walter. Patrick, het uur, het moment suprem is aangebroken. Aan jou de eer om al die mensen, die miljoenen mensen thuis in de huiskamers, een wellicht onvergetelijk half uur te verschaffen. Ga je gang, start Europe in domino. En daarmee gaat het dan gebeuren. Technisch in deze tijd helemaal passend in het huidige tijdsbeeld. Vanaf de televisietoren wordt het signaal verlegd naar, maar let op, want ik wou net zeggen naar de satelliet, maar er is een stuk in de aorta gaan lopen, vlak voor die televisietoren. En daar gaat reeds Amsterdam. De zaak loopt, want ook de eerste steen is gevallen en de aansluitende lijnen lopen. Blijf erbij, want we gaan Denemarken in. Het is een dramatische start, maar we zitten in Duitsland. Daar beginnen we eerst. Ik kijk alweer één blad te ver. En we zitten bij de Dom in Keulen. Prachtig zoals die gaat. En daar hebben we het volgende, de autobaan in Duitsland. Wat was dat even een heel moeilijk moment toen de aorta ging lopen, nog voordat de eerste steen de kans kreeg om te lopen. Nou zitten er ook van die synchronisaties allemaal in het veld, waardoor als de aorta iets eerder gaat lopen, een project vroeg afgaat. Maar we hadden hem te pakken. Amsterdam, culturele hoofdstad, 87 af. En hier zitten we dan in de autobaan in Duitsland. Zo'n kleine 20.000 stenen. Het eerste grote project dat volop rolt. En we horen weer de bekende geluiden van die rollende dominostenen. Dat geratel wat nog lang zal doorklinken. En waar we eigenlijk toch allemaal weer, na geen nachtmerries, maar toch een klein beetje aan gedacht hebben. Hij loopt, hij doet het. En ik zie gelukkige gezichten om me heen. We zien daar eigenlijk het klaverblad idee rond die autobaan, zo'n kruising. En ook dat gaat allemaal lopen. En het gekke is, we zijn allemaal zo verrast. En ineens begint dan tergend langzaam, beginnen die stenen hun weg te gaan. Ja, daar zijn de eerste bekende klanken. Natuurlijk, ze zijn bevrijd van een bepaalde spanning. En we hebben daar een groot bord Berlijn. Bijna 20.000 stenen. En ze gaan Berlijn, de culturele hoofdstad van 1988 in Europa van dit jaar. We blijven in Duitsland en we zitten in het bier. Daar gaat het bierglas. Het vlak loopt en gaat dan naar de bierflesjes. Nou zit er nog een kleine rijtje achter. Dat bedoel ik. Geweldig jongens, hij doet het. Het bier is uitgeschonken en nu komt er iets bijzonders. De 9e symfonie van Beethoven. Uitgeroepen tot het Europese volkslied. En dat is heel slim, want als we straks daar de noten zien verschijnen, dan gaat er ook een cd op tijd meelopen. Maar we hopen dat het lukt. En dat was het 9e van Beethoven. Hij deed het, fantastisch, ja. Het klinkt applaus ook van de bovenring. Waar men ook heel stilletjes meekijkt. En we gaan van Duitsland naar Denemarken. Ja, dat was een moeilijk punt. Dat is zo'n doorverbinding als we naar die andere kant moeten. En we komen bij de sprookjes van Hans Christian Andersen. Bijna 23.000 steen. Verwerkt in het sprookje Het Lelijke Eendje. Het eendje komt uit het ei en wordt dan door zijn moeder verstoten. En het eendje verandert ook eigenlijk iets van vorm. En het blijkt een hele mooie zwaan te zijn. Heel lekker. Ja, dat geeft een gevoel van ontspanning. Nou krijgen we weer zo'n slimmigheid. Spaceland. Daar komen de stenen. En dan moet er zo een treintje gaan rijden. Daar gaat hij. Ja. Oh, tegen een heuvel op. Ook vaak heel, er zijn bepaalde projecten die al lange tijd onder stroom staan, waarvan je dan hoopt dat het allemaal wel goed gaat natuurlijk. Kijk, dat bedoel ik, hij blijft er even staan. Maar de stenen rollen door, want dat is weer zo mooi in het project
Hij zit namelijk in die aorta's die om die landen heen lopen. In die grote vakken zitten synchronisatiepunten gebouwd die u kunt herkennen als je kleur kijkt aan die roze kleur. Daar zagen we net even gaan. En als die lijn doorloopt, betekent dat in die roze punten daar, in die synchronisatie, toch de projecten omgaan. Ja, en dat werkt. Dat zijn die domino ducts die ze bedacht hebben. Zodat er, als er ergens iets misgaat, er door die aorta altijd een tweede veiligheid is ingebouwd. Fantastisch, het werkt. En we gaan kijken naar het project de windmolens. De Deense windmolens die in de zee staan. De wind blaast en de molens gaan draaien. Ja! En dan komt een heel moeilijk stuk. Daar is ook zo lang op gebouwd. Oh, dat is echt een paar keer. Zo'n 11.000 stenen zijn zo'n paar keer in elkaar gegaan. Het schip drijft, maar zinkt langzaam weg. En daar komt de vrouw die wij wel kennen in Kopenhagen. De zeemeermin. Steeds zie je daar in alle hoeken en gaten in de zee. Ja, ja, zie je het omvallen. En we komen in de richting van de landbouw en de veeteelt. Belangrijk ook, bron van inkomsten in Denemarken. Bovendien zien we volkstuintjes, hieronder hier natuurlijk allemaal mooie landerijen. En daar komt het paard naar buiten. En stoot in feite al die rijen stenen aan, al die mooie velden. De korenvelden. Ja, allemaal, want de gemiddeldaten zijn allemaal omgevallen. Daar hebben ze dan die volkstuinen. Dat zijn ook hele mooie gebouwde stukken. Let eens op dat je daar tussen moet zitten om dat te bouwen. Het was een priegelwerk. En het gaat om. Ja, heel snel natuurlijk. Mooi om die lijnen te zien. Het gaat niet zomaar in één keer om. Het gaat om allemaal prachtige figuren gaat het om. En we zijn een end op dreef in het project. En dat betekent even een vurig nummer, ja. We zitten op het plan van 250.000 stenen. We zullen straks ook even kijken naar de computer die de officiële stand bijhoudt. Hoe het zal gaan, maar we gaan op weg naar het volgende land. En dat is Ierland. We kijken hier naar een visualisatie van een stuk landschap in Ierland. Mooie groene weiden met kleurtjes erin. En daarin muren en kastelen. En het gaat allemaal in delen om. Eerst die buitenkanten. De mooie stukken land van Ierland. Dan langzaam die binnenkant, de muren. En uiteindelijk als laatste de kastelen. Dat is ook heel moeilijk geweest. Al dat grijs wat u ziet, dat zijn op elkaar staande domino-stenen. Marcel zei een keer tegen mij, oh, gaat wel. Niet ervan. Ja, en daar gaan langzaam de wanden in elkaar. Dat gaat in delen. En elke keer weer die verrassing, die ze vinden steeds hun weg, die domino-stenen. Allemaal hoekjes draaien en keren. Allemaal heeft dat te maken met de timing. De tijd die is uitgedacht om erover te doen. Om precies bepaalde projecten op een bepaalde manier te laten omvallen. We zien hier het klaverblad, het symbool van Ierland. Dat is goed voor zo'n 4000 stenen. En hier is dan het wapen van Ierland. Dat zijn 18.500 stenen. En het gaat in een paar gedeeltes. Linksboven in het wapen herkent u een harp. En onderin komt ook al een harp, want er is hier iets moois bedacht. De harpoval. En dat is een heel moeilijk punt. U ziet daar die slingerlijnen. Daar zullen de domino-stenen muizenvalletjes aansturen. Die zullen dan als het ware touwtjes los laten springen. Dan worden de palletjes uit die harp getrokken daar in dat bouwsel bovenin. En dan moet het Ierse volkslied gaan klinken. Ze lopen. Hij gaat nog te hard. Ik hoor inderdaad dat het lukt. Maar we kijken inmiddels naar een volgend project. Stephen Roach. Stephen Roach is gevallen. Was heel groot vlak, ook met duizenden stenen. En dan zien we vijf wielrennertjes gaan op een baan. En voorop ligt natuurlijk Stephen Roach. De grote wielrenner van het jaar 1987, dat nog maar net achter ons ligt. En als de renners de overkant bereiken, daar zijn de drie truien van Stephen Roach. Regenboogtrui, gele trui Tour de France, roze trui van de Giro d'Italia. En daar gaan ze door de stenen. Let op, en aan de buitenkant blijft die aorta lopen.
zien ook daar de paarse stenen. We gaan naar het monster van Loch Ness. Hij is ook twee keer opgevallen met een ziezen van de week nog bouwen. En daar gaat het zo mooi in een paar seconden die zee. En daar onder het water, of die nu bestaat of niet, is het monster van Loch Ness. Nou was het de bedoeling dat hij naar boven zou komen. Maar ja, to be or not to be, that's the question. En dat heeft hij al eens jaren geleden gezegd. Het is eigenlijk het in stenen het grootste project, 30.000. Shakespeare. En they keep rolling on. We gaan naar de Big Ben. Lekker. Hij slaat altijd mooi, maar hij valt eigenlijk veel lekkerder, hè? Weer een slim project aan, Wimbledon. Zien de twee rackets daar, daar zitten ballen aan. Stenen worden aangestoten, er wordt een balletje losgetrokken. En dan moet die bal aan een draadje naar de overkant gaan om stenen aan te stoten. Even kijken, ja, het lukt! Mooie surf. Hij zakt wat aan de trage kant, maar hij raakt het. En de stenen gaan rollen. Juist. En dan moet die andere bal komen. Maar ik ben bang dat die andere bal blijft staan. McEnroe, had geen zin. We gaan naar de Beatles. En er is een xylofoon die speelt Let It Be. We moesten even stil zijn om dat te beluisteren. Die kennen we allemaal, de Tower Bridge. Gaat die open of niet? Ja, ja. Waardoor de stenen omvallen. De boot vrije vaart heeft. En de stenen weer lekker om kunnen rollen. En dat was belangrijk weer, die verbindingen tussen het ene land en het andere land. Dat bruggetje over. Dat zijn toch kritieke punten. En weer gaat het goed. En we gaan naar Griekenland. De Olympische Spelen. Daar liggen de Olympische ringen. 8.188 stenen. En hier is de stand op dit ogenblik. We zitten op zo'n 338.607 stenen. De computer houdt het allemaal bij. We zitten ver. We weten hoe ver we moeten komen. We hebben er nog veel liggen. Daar gaan de ringen. En achter de ringen het Olympisch Stadion. En we beginnen met het Olympisch vuur. Het vuur komt omhoog. En inmiddels kijken we naar de wave op de tribunes. Bekende beeld, zoals dat bij veel sportevenementen te zien. Gekleurd zitten de toeschouwers daar op de tribune. Vormen de wave en de vlaggen. Nou ja, de vlaggen van de Europese lidstaten. Nu komt er nog een slimmerheidje. Het startschot. Ja, en de 400 meter hardlopen, gevisualiseerd. In domino steen. En dan gaat het polstok hoog springen. Dat steentje moet omhoog komen, ja! En het zwemmen was nog rechtsboven in beeld te zien. We zitten nog steeds in Griekenland, het kanaal van Korinthe. Achterlangs komen de stenen aan, dat is bekend. Kanaal heel diep ligt dat tussen de rotsen. En we gaan eens boven kijken. De bekende doortikhoutjes mag ik ze even zo noemen. En ook bovenop staan ze. Daar gaat de locomotief over het water heen en stoot ook weer een hele rij stenen aan. De windmolen heeft iets in petto. Hij zakt. Oh, ja. Hij moest, maar waarschijnlijk was hij iets te licht. Hij moest daar een aantal stenen weer aanstoten. En nou kijken of de veiligheden die ingebouwd zijn in de aorta, daar weer met die roze punten die we zien, die zorgen voor de synchronisatie, zodat het paard van Troje door kan gaan. Ik heb het gevoel dat er bij het paard van Troje iets gebeurd is. Het paard is wat naar voren gekomen. Maar moet nog verder naar voren komen om daar die roze stenen aan te stoten, zodat het leger uit het paard kan komen en Troje kan bestormen.
Hier kijken we even mee vanuit de locomotief. We kijken mee naar het rollen van de aorta. Is dat een geweldig gezicht? Ja, en nu wordt er gejuicht, want het paard komt naar voren. Het paard doet het. Dat betekent dat de stenen aangerold zijn. En we gaan de muren bestormen. En als de stadsmuren worden bezet, gaan de vlaggen omhoog. Maar inmiddels loopt, en dat kwam natuurlijk even omdat we op de synchronisatie zaten te wachten, Eros, hij schiet een pijl af in het hart. Het komt nog zoveel voor en het is altijd weer mooi om te zien. Nou hebben we hier, als we nog eens even kijken hoe de trein nog van nabij al die beelden kan bekijken, een beeld op de Griekse wijsheden, de Griekse wetenschap, Odyssee. Boek van Homerus. En daar gaan de grote boeken. Hymerus, Pythagoras. Of Homerus, Pythagoras en Archimedes. En de weegschaal slaat door. Kent u hem nog? Alpha kwadraat plus beta kwadraat is gamma kwadraat. We zitten op meer dan 400.000 stenen. 413.434 stenen gevallen. We gaan over naar het volgende land. We gaan van Griekenland naar Italië. Veel spanning natuurlijk ook daar bij de bouwers. We gaan in de richting van de toren van Pisa. Die gaat scheef vallen. Hij doet het. Geweldig. Hoe is de stemming daar, Walter? Het is uitstekend. Je hoort het, Tom. Veel vreugde, want er is toch een zekere last ervan afgevallen. En Jos, de captain van Eindhoven. Er was wel even goed heet daar aan het begin. Jezus. We zullen het afwachten, want zo dadelijk staat Portugal op het programma. Maar gaan we kijken. Gaan we kijken, want zo dadelijk misschien toch een van de mooiste dingen. Hè? De Mona Lisa. Daar zitten maar liefst 28.000 stenen in. Van 14 kleuren. Maar allereerst is de Colosseum in Rome nu het object wat gaat omvallen. En nu zijn we op weg, Jos, naar... Nu de Mona Lisa, hij loopt hier onderlangs aan. Je ziet hem zo dadelijk. Hij gaat nu richting Mona Lisa. En nu zal hij vallen. En hij doet het perfect. Oh, wat is dat mooi, zeg. Heel mooi. En het blijft doorrollen, want na de Mona Lisa, wat is het volgende doel? We gaan nou eerst even een stukje... Kijk nog even, daar is die Mona Lisa. Schitterend, hè? Om in te luisteren. Ja. Oké, we gaan verder kijken. Volgende object, want daar waren we gebleven. Wij wachten nu even naar, voordat hij naar de Vesuvius gaat. Hij draait nou het bruggetje, hij gaat nou het bruggetje over. Komt nu bij de Vesuvius aan. Je ziet hem ook. Hij doet het ook nog. Hij gaat zo nog uitbarsten. Daar gaan we. Oh, schitterend, zeg. Prachtig. Dat is even knijpen net, maar... Nou, je kan nou weer rustig ademhalen, hè? Kom. En we gaan kijken, want na de Vesuvius in Italië op weg naar een volgend onderdeel, op weg naar een autootje. En dat autootje zal naar alle waarschijnlijkheid gaan. Rijden, je ziet het al. Wat kan ik anders zeggen? En ik zie daar ook nog naast die auto een oude bekende. Ruud Gullit, de Europees voetballer van het jaar. Maar ook Ruud zal moeten vallen, hè? Autootje zorgt dat hij verder loopt en nou komt hij daarbij aan. Even kijken. Nou, zo ziet hij er beter uit. Hij komt er niet helemaal uit, maar dat doet de aorta verder wel. Even kijken, waar is de aorta? Want ja, dat blijft nog steeds dat gekke gevoel, hè? Van blijft die aorta rollen? Ja, je hoort hem nog steeds. Dus. Nou, ik ben net aan het denken of dat bootje zo niet afgegaan is. Het bootje gaat niet af, je bedoelt Venetië. Het zal Marcoplein in Venetië. Of hebben jullie nog ergens een zogenaamde schakeling zitten? Is het nog wel een dit was 500.000 systeem. Oké, we gaan nu naar Portugal. Het land waar het gebeurde, waar het in het begin misging. Vertel even, wat is dat? Daar gaat hij. A Portuguesa, het volkslied, half afgebrokkeld. De vader is ook maar voor de helft. Ook voor de helft. En waar loopt de auto? Die gaat gewoon rustig verder. Daar, rechts zie je... Ga even verder. Ja, het ziet er tv op. Het is iets meer naar rechts draaien. Dan kunnen we zien waar het net fout is gegaan. Oké, we komen nu bijna... Nee, nog niet. Hij moet nog één keer rond. Eén keer rond en dan komen we op de plek waar één rijtje... Dat hebben we aangesloten. Dit project gaat nog. Oh, schitterend. Dat is Portugal met het Maltese kruis, de bootjes, op ontdekkingsreis. Even kijken, wat gaan we eerst ontdekken? India komt eerst, daarna Brazilië. India, 1499, ontdekt door Vasco da Gama. Daar gaat India en nu is het wachten op Brazilië, ontdekt in 1500 door Gabriel. Ja, hij moet nog een stukje en hij is er bijna.
Maar Tjoep lekker verder. Ja. Hop. En nou gaat het. Schitterend. En wij gaan kijken. Nou komt het kritieke punt. Ja, de druiven liggen al. En dan ja. Heb ik nou recht. Oh, het gaat goed. Maar nu kijken we ook even naar de aorta. Daar komt het. Dat was het gevaarlijke stuk net. Hier... Dus hij loopt. Hij loopt. Hij loopt door. Hij loopt. Het is één rijtje. Waar komt hij goed? Sorry. Ja, oh, nou. Goed, gaan we kijken. En nu, vertel even, dat bootje, op weg naar? Het bootje meert aan bij de brug en als het goed is gaat hij dan door de berg omhoog naar boven. Duurt even, maar hij komt er wel. Dan gaat hij. Over de brug. En dan? Dit zou kritisch zijn, heeft hij mij verteld. En dan blijft hij hangen inderdaad. Nou, goed. Hij komt nog terug. Er is nog een grapje ingebouwd. Daar hoort hij die dendert verder, zoals het ook hoort. Hij wordt u aangestoten via de aorta, Jos? Ja, hij heeft daar boven zijn synchronisatie. Nou, wij gaan kijken. We gaan kijken. De haan van Portugal. Het volgende object wat gaat rollen. Maar het loopt voortreffelijk. Het loopt echt uitstekend. Nou, we zijn nog net niet op de helft. Daar gaan we. Daar gaat hij. Oh ja, hij doet het. Prima. Eerst links en dan gaan we rechts omhoog. Uitstekend, daar gaat hij. Hij doet het perfect. Schitterend. We zijn er toch. Dit was, ja? Die breakdown. Perfect. Daar komt hij aan, de aorta. Even kijken. Nou, het is goed gegaan in Portugal, Tom. Een pak van hart. Fantastisch, en we zijn het 500.000 gepasseerd. En ik moet nog even vertellen, terwijl we hier kijken naar het toeristische vignet van Spanje, dat projecten worden bekeken door de scheidsrechter hoe ze helemaal precies omvallen. Het kan ook best gebeuren, juist door die synchronisatie, dat als de camera alweer verderop is, dat het toch nog wat tegenaan erom gaat. Dat horen we straks allemaal. We zijn in ieder geval, de computer heeft dat net in beeld gegeven, het 500.000 gepasseerd. We moeten door. We moeten door naar dat wereldrecord. En hier in Spanje, natuurlijk... Nou moest ik even nadenken, Don Quixote, zul je toch niet geloven? Even na te denken wie dat nou ook weer was. Nou, dat kan je gebeuren natuurlijk met zoveel spanning. Het is toch zo goed gegaan daar in Portugal. En dat is toch geweldig. Zij ziet wat ze kort voor die uitzending nog even rechtgezet hebben hoe dat gegaan is. Hier die slingerlijnen en elke vraag hier af gaat het altijd wel weer goed. Want het zijn van die strakke bochten. Maar hij loopt, hij loopt en hij loopt. Mooie gekleurde stenen. En dat hier is de stier. Maar kenners hebben hem natuurlijk herkend als de koe van vorig jaar. Die ietsje verkort niet is. En we kijken hier naar een schilderij van Picasso. De kan en de kandelaar. Weergegeven in domino stenen. Hier is een vlakstart. U zag het even opglimmen. En Olé gaat in een aantal delen. De eerste woord wat je roept. Het vliegtuig uitstapt. En hier is zon, zee en strand. Kijk eens hoe mooi. De wagen rijdt. De surfers komen. Dus lekker toeven. In de zon. En het hotel wordt recht opgezet. Technisch een moeilijk project en het werkt. Het loopt allemaal. Heel mooi zijn natuurlijk de sinaasappels. 22,700 stenen. Eerst gaat de boom weg. Kijk maar goed, dat zijn die groene stukken die weggaan. Want eerst de even rijtjes, dan de oneven rijtjes. Is heel mooi uitgedacht met bepaalde starters. Dan gaan ook de sinaasappels weg. En moet daaronder verschijnen de sapkan. Vol met jus d'orange. Ja, het kost even tijd. Het is goed spannend meekijken van alles loopt. Want inmiddels zijn we al verder bij de Spaanse danseres. Met een mooie rock. En je hoort misschien in de verte daaruit die soundsample komen. Het woord olé. 578.000 stenen en weer een paar honderd. En we zitten in Frankrijk. Wijn en kaas is omgevallen. We gaan naar de Mont Saint-Michel. Eerst gaan die stenen naar boven toe. Ze vallen allemaal. Dat is de Mont Saint-Michel. En als het vloed is, dan is de Mont Saint-Michel geen schiereiland, maar een eiland. En is de aanvoerweg door water helemaal overgeven. We gaan naar de guillotines. De stok nog er al afgesneden. Ik heb altijd afgevraagd, lukt het wel met het oude brood? Want het kan keihard zijn natuurlijk. Maar een guillotine, nou ja, geef het je te doen om daar heel onder te blijven. De Ronde van Frankrijk. We hebben hier geen rekening gehouden met de verplaatsingen natuurlijk.
die is steeds voor ingebracht. Dit is nog een echte ronde, die van A tot Z één keer rondloopt. De Alpen, waar altijd de mooie bergetappes zijn, hier nog eens een tijdrit. En uiteindelijk komen de renners aan in Parijs. En op zoiets hebben ze het gedaan, op een fiets, met een krom stuur en een smal zadel. We gaan naar de Eiffel toe, hè? En daar gaan ze. Dat zijn speciale Franse stenen. Rood, wit, blauw. En ja, de lift doet het. De lift gaat omhoog. Ik denk, nou, ik heb er lang op gewacht. Doe rustig aan. En de Franse dieke. Ja. Hield ons in spanning. Heeft heel lang opgerold gezeten, kon u zien. Sacré-Cœur, prachtig bouwwerk. Ook die wordt gepasseerd door de domino-stenen. En we gaan naar de Franse geschiedenis. De bestorming van de Bastille. Nou, dat ging vroeger om de Bastille. En daarachter valt wel om het jaartal. Dat was 14 juli, 14 juillet, 1789. Valt niet helemaal om. De Bastille bleef staan. Die kan de geschiedenis niet altijd herhalen. We kijken naar een stuk techniek zoals dat in Frankrijk in de auto-industrie is. De robot. Een prachtig gebouwde robotarm. Pakt een steen op. Draait naar de plaats waar die moet zijn. En moet daar weer nieuwe stenen omwerken. Laat los en... Ah. Ja, goed. Er liggen er 750.000 in het veld. Straks kijken wat de computer aangeeft als we naar Luxemburg gaan. 682.000 en 57 stenen. We zijn heel ver. Het kan een fantastisch wereldrecord worden. We zijn bij het Fort van Vianden. Prachtig stuk natuur daar in Luxemburg. En hier weer een slimmigheidje waarbij ik altijd eventjes toch het gevoel heb. Doe jongens, de kabelbaan. En dan wordt daar via ja, een schakelaartje in werking gezet. En dan rollen ze. Kasteel van Vianden. Diverse stukken natuur schoon hier ook gevisualiseerd. Versteend in domino. En we gaan rustig op weg naar de postzegel. Het Europees Parlement postzegel. En daar komt hij aan. We worden steeds in spanning gehouden door die stenen. Ja, inderdaad. Ziet je daar ook die vuistballen van doe het, doe het. Loop, loop. Het gaat er eerst omheen. En waar blijft de zegel? Ah! ...27.000 domino stenen. Even kijken, we gaan nu naar de springprocessie in Echternach. En hij is eigenlijk gewoon deels achter de rug. We hadden 5 stappen vooruit, 3 achteruit en weer 5 vooruit. Dat is een hele bekende processie in Echternach in Luxemburg. Dit, wat dan nu gaat komen, is Triestland. Nou, dat is een beetje een verhaaltje op zich, hebben de studenten zelf bedacht, omdat het een stukje was wat vorig jaar met die Amsterdamse huisjes zoveel moeilijkheid had gegeven. Daar wilden ze eigenlijk nog een keer draad op nemen. En het loopt. Niet voor niets gebouwd, daar helemaal binnenin. Dat was een moeilijke houding. Warme uren voor de fysiotherapeut. We gaan naar de zender van Radio Luxemburg, Your Station of the Stars. Ja, Radio Luxemburg, RTL. En we gaan van Luxemburg naar België. Mooi, hè, die synchronisatie. Zag u? Ene rij houdt op. En we zitten op 754.446. We zitten bijna over het record van vorig jaar heen. Hier is het Europese vignet. En dit is dan de vorm van het gebouw van de Europese gemeenschap in Brussel. Moet een helikopter op het dak landen.
Dat is hem. Heel rustig loopt die aorta daar om België heen. Want ik heb het gevoel dat we het weer van de aorta moeten hebben. Omdat de eerste aanlooplijn ergens gestopt is. Omdat de synchronisatiepunt daar, in de aorta, daar zag iedereen. Dat moeten we doen, daar gaan Suske en Wiske. 21,6 duizend. En hij komt eruit. Is de maquette. Mini-Europa. Zit ook hele kleine steentjes op. Ja, die doen het ook. Kijk goed. Heel die kleintjes. Zie je hem onderin? Ja, die doen het ook. Moet nog gebouwd worden in Brussel. En dan gaan we naar Mannekepis. Ja, waar moest je hem anders laten, die domino-steen? En het is toch weer een grote plas geworden. En nu de watervallen van Kool. Dat is een heel listig project. Daar zitten namelijk steentjes aan touwtjes bovenin die eigenlijk van de ene kant naar de andere kant moeten slingeren. Kijk of het lukt. Daar gaan ze. Ja, en kijk eens hoe mooi. Oh, oh. Oh, wat maken ze daar nerveus voor. Want dat was eigenlijk zo'n moeilijke techniek. Prachtig. En de Vogeltjesmarkt in Antwerpen, wel bekend. De Vogeltjesmarkt ziet er mooi uit, 4171 stenen. De vogelkoortjes zijn helemaal leeg en we gaan eens kijken, want vanuit België moeten we naar Nederland. We naderen zo langzamerhand de finale. Weer naar zo'n synchronisatiepunt. Waardoor er nog het een en ander omgaat in België, want je ziet gelijk eraan een groene lijn lopen. En dat zijn de doorverbindingen naar Nederland. 809.312. We zijn heen over vorig jaar. We gaan een geweldig wereldrecord hier neerzetten. Als de koe een bijzondere ontlasting heeft in de vorm van een kaas, zo is het bedacht, gaat langzaam rij voor rij het groene grasland van Nederland om. Spanning toch weer op de gezichten van de studentenbouwers. Wat is dit eigenlijk een mooi project? Het gaat zo traag, zo spannend. Heeft de kaas nog? Puff, natuurlijk. En inmiddels is het concertgebouw al omgegaan. En gaan we naar de CD-speler. De CD-speler gaat lopen. En dat zien we nu. Stuk voor stuk gaan de rijtjes op die cd-speler om. Laten we niet vergeten dat het een Nederlandse vinding is. En daar mogen we best eens trots op zijn. Wie is er niet gek van zijn cd'tje? Het is feest in Artis. Artis jubileert. En ook daar komen de domino-stenen voorbij. Moeder en kind. En hier komt de nachtwacht. 22.000 stenen. Het project waar we op gewacht hebben. Daar komt hij. En nog even in de herhaling kijken, want dat is mooi, hè. Dat was die grote foto van de nachtwacht in stukjes gesneden op die 22.000 domino-steentjes. Is dat geweldig. Is dat geweldig. We komen in het Europese vlak. Europe 1 kilometer, dat is het grensbord. We moeten dan binnenkort buiten de landen, buiten de Europese gemeenschap te staan als we op 867.000 stenen zitten. 867.483. Wij gaan over de miljoen hier vanavond in Rosmalen. Wij gaan over de miljoen stenen komen. Niet te vroeg juichen, ik weet het. Het is altijd een beetje listig. Onze eigen ster. En daar het symbool van de actie voor de jeugdkankerbestrijding. Beeld van Rob Cerneus, meisje dat touwtje springt.
En ergens daar ligt hij verborgen. Ja, de miljoenste steen! En de Ariane-raket ging omhoog. En nu het laatste project. Dat was de toeter die ze hadden ingebouwd. We gaan op weg naar over de miljoen. We gaan over de miljoen. Met een vlak van 500.000 domino-stenen. De vlaggen van de Europese lidstaten en de sterren. En het jaartal 1992. Als de grenzen zullen vervagen in Europa. Een 500.000. Een 500.000 domino-stenen vallen. We zitten ver boven de miljoen. Kijk eens even aan. 1.382.101. En de laatste 30 stenen zijn de stenen met de namen van de bouwers. Ook die gaan allemaal om. Mensen, dit is geweldig. We zitten over de miljoen heen. En dat betekent vuurwerk terecht van Ger Kopper. Feliciteren, we zijn ver over de miljoen gegaan. Het is gelukt, je hebt er 4 weken gebouwd. Wat heb je voor gevoel? Ik weet het niet, ik sta er gewoon te janken. Ja. Ze hebben het zo nodig gehad. Vorig jaar was het zo'n probleem. We weten allemaal nog een beetje de spanning die we toen hadden. Gevoel van teleurstelling. Je bent heel gelukkig, hè? Nou wel, ja. Kijk eens even verder. Jos, hoe is die? Klasse, ik wist het zo schande. Fantastisch, hè? De officiële uitslag. Martin Barel, Walter is al bij jou. Ja, ik sta hier met Martin. Jij, wat was het mooi, hè? Vertel het, Martin. Oh, dat is fantastisch, Walter. Het is een enorm getal. 1.382.101. Ik draai het even om. Kunt u het allemaal zien? 1.382.101. Hey, had je dat gedacht? Nee, nooit gedacht. We nemen een glas champagne. Kijk eens, komt u maar. Want er is feest te vieren. Martin, voor jou. Dank wel, Walter. Nou, even proosten. Hey. Heb je al gehoord hoeveel het was? Geweldig. Hadden we niet gedaan. 1,3 miljoen. Zo'n fantastisch, ik zag het daar. 1,38 miljoen. Schitterend gewoon. Mag ik even. Wat dacht je toen het stopte in het begin? Toen het omging bedoel ik eigenlijk. Toen schrok ik verschrikkelijk al. Ja. Ik ben ook meteen opgesprongen en we hadden naartoe rennen. Maar er waren al genoeg mensen naartoe gerend. Maar wanneer had je het gevoel van het gaat goed, het lukt, er kan niks meer misgaan? Nou, toen ze het weer hadden opgezet, toen was ik heel optimistisch. Toen dacht ik van nu gaat het goed. Ja, en toen ze het stuk hadden gehad in Portugal natuurlijk, hè? Ja, toen ik één keer zag dat er maar één project was omgevallen, toen geloofde ik wel dat het zou lukken. Ja. Is het al het lijden waard geweest? Heel wat gek. Ja, is het al het lijden waard geweest? Ja. Zou het zo nog een keer doen? Ja? Zo nog een keer doen? Ja hoor, zeker. Volgend jaar weer was, denk ik weer bij. Oké, ik even kijken waar Tom is gebleven. Tom. Ik sta vlak voor je, Walter. Ik sta hier vlak voor je. Nou, het is niet te beschrijven. Wat een geweldige sfeer. Wat is dat een geweldige manier om het nieuwe jaar 1988 te beginnen. Ik mors al een beetje met champagne. Is dat zonde. 1.382.000 en nou ja, de rest heb ik even vergeten. Een fantastisch wereldrecord hier vanavond meegemaakt in Rosmalen met 30 hele gelukkige mensen. Het waren fantastische beelden en ik hoop dat u thuis ook heeft genoten. Dat het een geweldige uitzending was. En vergeet u niet, dames en heren, jongens en meisjes, de stenen rolden niet voor niets. Die rolden ook ten bate van de jeugdkankerbestrijding. De jeugdkankerbestrijding die u kunt steunen door bij uw slager een echtheidscertificaat te kopen voor 2,50 gulden. En dan straks na 5 februari heeft u dan zo'n steen hier uit het veld. En niet vergeten, op 5 februari zijn we ook weer live terug met het programma waarin we dan zullen gaan veilen. Walter, en daar zijn we er weer bij. Ja, 5 februari, niet te vergeten. Naast mij Jessica Larive, van harte welkom. Lid van het Europees Parlement.
U was sprakeloos. Ja, we hebben met water in de handen gestaan met z'n allen. En ik ben er apetrots op dat wij als Nederlanders voor 200 miljoen kijkers, want die hebben hiernaar gekeken, dit gepresteerd hebben dankzij 30 Nederlandse studenten. En ik ben blij dat de Europese gemeenschap hier zijn steentje aan heeft kunnen bijdragen. En ik zou zeggen, laten de mensen allemaal dat steentje kopen, want het is voor het goede doel, hè, voor de bestrijding van de kinderkanker. En EG 1992 zag ik nog ergens. Wat betekent dat? Dat is het beste banenplan wat je maar kunt verzinnen. In 1992 moet die Europese gemeenschap één gebied zijn. Vrij verkeer, personen, goederen, diensten, kapitaal. Ik dank u wel. Wij zijn er weer, zoals Ton heeft gezegd, op 5 februari. De eerste de beste weer hier vanuit Rosmalen. En dan gaan we de projecten veilen. Allemaal om de middelen te vinden om het jeugdkanker terug te dringen. Graag tot dan.